Nog een paar minuten op de klok. Rennen voordat de trein vertrekt. Beste reizigers, de Intercity naar Vlissingen van 12:03 vertrekt van spoor 1. Red ik het net wel of toch net niet? Dat betekent voor veel mensen dat ze nog even een sprintje trekken of op zijn minst de pas versnellen. In Tilburg kan je dat maar beter niet doen. Tenminste, als je naar perron 1, 2 of 3 moet. De stationstrap die is daar namelijk zo steil dat veel reizigers onderuit gaan. Blauwe plekken, verzwikte enkels of op zijn minst gesneuvelde bagage, moet ik zeggen. Het kan zo niet langer, vindt ook netbeheerder ProRail. Zij gaan de trap vervangen. Hoe loopt die? Ja, niet zo goed. De treden zijn heel kort, waardoor je snel erover struikelt. Dus dat is echt wel een dingetje inderdaad. Dit is hem, de beruchte trap. Wat maakt deze trap zo gevaarlijk? Ja, deze trap is net ietsje steiler dan de andere trappen die we in stations hebben. Maar er zijn ook verhalen dat mensen toch ook echt gevallen zijn met Bont en Blauw? Ja, op iedere trap gebeurt er wel eens wat. Maar je ziet wel eens mensen die er over struikelen. Dus het kan wel gevaarlijk zijn, ja. Ik denk dat het dan toch aan de mensen ligt. Want volgens mij zijn de traptreden breed genoeg. Dus voorzien geen problemen. Ook niet als ik 10 jaar ouder ben nog. Bij het ontwerp achteraf denken we wel, hadden we toen beter kunnen zorgen dat dat comfort er al in zat. Dus dat is wel fout gegaan. En we zeggen, nou, alle stations in Nederland moeten goed hetzelfde zijn en fijne, comfortabele trappen hebben voor mensen. En dat gaan we hier ook doen. Fijn voor de mensen, de reizigers daar in Tilburg, dat ze nu ook een comfortabele trap krijgen.